Het hele project is ontstaan met het verdwijnen van de Vergente Loos. Die is opgegaan in DHL. En DHL die vond het een verantwoordelijkheid om een bedrijf wat ruim 200 jaar bestaan heeft, om daar de geschiedenis in ieder geval van vast te houden. Nou, dat hebben ze gedaan door het mogelijk te maken dat de loods van Vergente Loos uit Tiel overgebracht werd naar het Openluchtmuseum. En ook om de tentoonstelling die in die loods georganiseerd is, om die ook mogelijk te maken. Een van de projecten die daar deel uitmaakt, een van de dingen die we laten zien, dat is dus een koets, zo in de periode 1880. En dat is de periode dat Vergente Loos stopt met de koetsen. Ze zijn ermee gestopt omdat ze de concurrentie met de trein niet aankonden. En als gevolg daarvan had Vergente Loos het zodanig moeilijk met die diligences dat ze overgestapt zijn op het vervoer van goederen. En dat in aansluiting met de trein. Maar om die laatste periode van die diligences nog te laten zien, hebben we gekozen voor de jaren 1880. En mensen die dus instappen in het museum, instappen in de koets. Een bewegende koets waar je echt een denkbeeldige rit in kan maken. We staan hier voor de besturing van de postkoets. Het is een simulator, zeg maar, om een koetsrit na te doen. Dat gebeurt onder andere doordat er een film op een scherm geprojecteerd, zodat je van binnenuit van de koets naar buiten kijkt, zoals dat vroeger ook ging als je een rit maakte door het landschap. En dat alles synchroon met de beelden. Dit gebeurt in heel strakke overleg, want uiteraard de bewering van het beeld moet straks synchroon lopen met de bewering. En dat wordt allemaal computer bestuurd. En ja, dat is vrij complex. En die bewegingen zijn heel subtiel, maar die geven toch voor jou het gevoel als je in de koets zit, voor je evenwichtsorganen en je zicht naar het scherm toe en zo. Alsof de koets daadwerkelijk gaat rijden en alsof die ook daadwerkelijk hobbelend over een landweggetje gaat. Meelopen! We zijn drie partners in dit project. Uiteraard het Openluchtmuseum, die levert het historische expertise. Er is een bedrijf die zich specialiseert in beweren van objecten, simulatie zeg maar. En wij als productiebureau voor de opnames van de beelden. Wat onze rol is geweest vanuit RTR is om de techniek te bedenken. Om de koets te laten bewegen, zodat je de effecten hebt, dat je daadwerkelijk het gevoel hebt dat je in een koets zit, dat de kist op het dak wordt gegooid, om geluiden aan te sturen en dat alles synchroon met de beelden. Bij het kiezen van de kostuums neem ik mee dat heel duidelijk welke rol ze spelen. Ik ben nu de manier aan het doen die een VGL-shower is, daar hebben we er twee van. En nou, die kostuums moeten natuurlijk precies hetzelfde zijn daarin. We laten ook heel duidelijk het tijdsbeeld zien. Dus we laten nu zien een tijdsbeeld uit 1880. Dus dat is ook weer heel duidelijk terug te halen in de kleding. En ook het verschil tussen arm en rijk. We hebben landarbeiders en we hebben de VGL-showers. En dat kun je dus ook weer heel duidelijk zien in de kleding. Actie! Daarnaast zit ook die hele geluid, is heel belangrijk. Geluid zijn te horen, ook wat gebeurt buiten beeld. Het basisgeluid nemen we hier op, de mensen en het algemeen geluid. En later in de studio mixen we dan alle speciale effecten erbij in. We nemen bijvoorbeeld ook het paardentuig wat verderop ligt met alle riemen en kettingen mee. En daar gaan we gewoon zelf flink mee schudden om het geluid van het lopende paard mee te simuleren. Met die koets hebben we geprobeerd om de beleving van een dergelijke rit, die de huidige bezoeker helemaal niet kent, om die zoveel mogelijk naar voren te halen. Dus mensen moeten instappen. Die koets die gaat ook bewegen, die geeft echt de illusie dat je rijdt. En dat betekende dat er een film gemaakt moest worden alsof je uit de koets kijkt. En ook dat de bewegingen synchroon met die film zodanig moeten lopen dat als je in de koets zit, dat je helemaal het idee hebt dat je dwars door een imaginair landschap heen rijdt. En een stukje van het reisgebeuren in de late 19e eeuw meemaakt. Actie! Omhoog kijken! Daarbij grijpen we terug eigenlijk op iets wat in de 19e eeuw heel erg populair was. Iedereen die was zo nieuwsgierig naar het rijden in de trein, daar hebben ze een kermisattractie van gemaakt. Dan bouwden ze van hout een wagon na en dan konden mensen instappen. En dan stonden er een paar sterke kerels aan weerszijden van die nagemaakte trein. Die stonden dan heel hard aan het ding te rammelen. En dan had je echt het idee dat je op de rails zat. En dan kon je uit het raam kijken. En dan hadden ze op grote papieren rollen hadden ze een panoramaschildering aangebracht.
En die werd dan in een bepaalde snelheid langs die stilstaande treinwagon gedraaid. En dan had je het idee dat het landschap aan je voorbij schoot. En dat je ook een beetje aan het hobbelen was. Nou, dat met moderne middelen uitgevoerd. Maar dan niet om de mensen alvast te laten wennen aan de trein en om daar kennis mee te maken. Maar juist om mensen kennis te laten maken met iets wat we helemaal niet meer kennen, namelijk een koets.